Een fantastische avond allemaal en welkom bij deze wedstrijd. Waar u ook bent, ter land, ter zee of in de lucht. Ik kan u alvast meedelen dat het een prima weertje is voor een stevige pot voetbal vanavond. Natuurlijk zijn ook uw commentatoren Jeroen Guter en Siert de Vos, daar ben ik, weer van de partij. Het programma staat vandaag een duel in de Champions Finals. Jeroen, ik heb er zin in. Zoals altijd weer een onverdeeld genoegen om hier te zijn. En ik heb het gevoel dat we iets moois gaan meemaken vandaag. Nou, zit je er klaar voor? Gnabry. Bergwijn heeft hem. Is op te schieten voor Bergwijn. Uitstekende ingreep. Dat is een cruciaal moment hoor. En daarmee heroveren ze de bal. Gnabry. Guerrero. Steven Bergwijn. Hij onderschept die paas. William Saliba. En nu Saka. 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 De aanval wordt heel kalm opgebouwd. Een schot voor de voorsprong. Nee, dat is niks. Als je een kans krijgt op deze afstand, dan moet je er meer mee kunnen doen. Veel te zwak op doel afgewerkt. Heel vroeg in de wedstrijd had hij daar bijna de score geopend. Maar dat wordt voorkomen door die prachtige redding van de doelman. Gnabry. Kimmich. Hij weet de bal te onderscheppen voordat het gevaarlijk wordt. William Saliba. Hele mooie beweging. Het is, ja, het is ballet. En daarmee ook je tegenstander nog voorbij. Hoppa. Ja, daar geeft de scheidsrechter uiteraard een vrije trap voor. Geertruida. Paas naar de andere kant van het veld. Rafael Guerrero. Dusan Tadic. En de bal niet meer aan de voeten. Kai Havertz. Leon Goretzka. Dat is Harry Kane. Staan ze uitstekend over te spelen, zeg. Kai Havertz. Nou, die werd makkelijk onderschept. Gnabry. Kimmich. Joshua Kimmich. Guerrero. Gnabry. Luc de Jong. Rafael Guerrero. Nou, maak hem dan maar. Voor de voorsprong. En daar is de openingsgoal van deze wedstrijd. Wat een opgeluchte gezichten moet je kijken. Ja, lekker hoor als je de eerste maakt. En fijn hè, dat de brilstand van het bord is verdwenen. De score is geopend. Het is 1-0. Joshua Kimmich. Kimmich. Luc de Jong. Rafael Guerrero. Dusan Tadic. Tadic, oh, groter wordt die kans niet. Goede tackle op de helft van de tegenstander. Rafael Guerrero. Ja, die tellen we. En ze leiden nu met 2 doelpunten verschil. Die
komen niet dichterbij. Kai Havertz. Hiermee moet je uitkijken. De reactie van het publiek is duidelijk. Ze vinden dat hun team hier een strafschop is ontzegd. Joshua Kimmich. Ze laten het balletje rondgaan achterin en wachten geduldig tot de ruimtes ontstaan. De bal gaat rond voor het doel van de tegenstander op zoek naar die opening. Luc de Jong. En in zijn eigen 16 meter verovert hij de bal. Geertruida. Angelino. En moeiteloos laten ze die bal rustig rondgaan. Steven Bergwijn. Luc de Jong. Tadicio! Groter wordt die kans niet. En ze blijven maar doorgaan met scoren. Hiermee helpt hij zijn ploeg aan een riante voorsprong van 3 goals. Wedstrijd is al in de eerste helft beslist, lijkt me. Kijk eens naar die voorsprong. Bergwijn. Angelino. De eerste helft zit erop. De spelers gaan rusten.